science of science. The words of Cicero, powerfully relevant, 2077 years later. Quo usque tandem factionem cartellum. Is de wijsheid van Cicero inderdaad tijdloos, zoals Ted Cruz zegt? We hebben hier dus twee moderne politici die een speech gebruiken van Cicero die 2000 jaar geleden gehouden is. De boodschap van die speech is dus zo krachtig dat hij zelfs nu nog effect heeft op de mensen die hem horen. Wat ik probeer te begrijpen in mijn onderzoek is hoe een persoon uit de oudheid en zijn woorden zo lang kunnen doorleven, dus tot in de moderne tijd. Ik bestudeer receptieprocessen. Receptie wil zeggen dat je het hebt over het doorleven van een figuur uit de oudheid of elke periode tot in latere periodes en culturen. Ik kijk met name naar Cicero's politieke reputatie. Vond men hem een goede politicus in de oudheid en in latere eeuwen? En dat doe ik door met name heel veel te lezen, elke dag weer. En ik lees dan de originele teksten in het Grieks en Latijn. Ik denk dat het belangrijk is om te kunnen begrijpen hoe één individu zo'n stempel kan drukken op de maatschappij. Een politicus heeft als individu veel invloed. En het is interessant om te zien hoe de ene persoon heel veel saamhorigheid kan creëren binnen de samenleving. En hoe een andere persoon juist veel oneenigheid en frictie kan veroorzaken. En Cicero dient eigenlijk als bewijs dat één individu dus heel veel invloed kan hebben op de samenleving. En dat zijn invloed nog vele jaren, duizenden jaren door kan blijven leven. Nou, wat je bijvoorbeeld kunt afkijken bij Cicero is de boosheid. En die boosheid dient om het publiek net zo boos te maken. Dus als jij laat zien dat jij boos bent op een andere politicus, dan kun jij door het overbrengen van die emoties je publiek geheel opzetten tegen je politieke rivaal. Dat is met name mijn nieuwsgierigheid. Ik wil altijd meer weten. Maar het is ook een verantwoordelijkheidsgevoel dat ik heb voor klassieke talen en voor de geesteswetenschappen als geheel. Beide worden op dit moment niet echt op waarde geschat. Maar ik vind dat cultuur en literatuur zo'n belangrijke plaats innemen binnen onze samenleving, dat het echt noodzakelijk is dat we die gebieden blijven bestuderen. Faces of Science.